Het is al dagenlang voorpagina nieuws, de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. De Europese Unie heeft sancties ingesteld tegen Rusland. Er is bijvoorbeeld een exportverbod voor verschillende goederen. En er zijn financiële beperkingen tegen een aantal Russische banken. Wat voor invloed heeft het op de Nederlandse bedrijven die handelsovereenkomsten hebben met Rusland? Bij ons in de studio, maar niet helemaal live, maar via een Zoom-verbinding. Advocaat internationaal recht Joost Weri van Damstee. Hallo Joost. Hoor je mij en zie je mij? Reken maar. Ik hoop dat jullie mij ook horen. Ja, ik hoor jou zeker. Heel goed. Hey, kun je ons vertellen, misschien even heel kort, hè, die sancties tegen Rusland. Wat zijn nou de belangrijkste sancties? Je moet dan bijvoorbeeld denken aan de sancties op het betalingsverkeer, waarbij een groot aantal Russische banken is uitgesloten van het betalingsverkeer. Ja. Dat hebben ze gedaan door het SWIFT-berichtenverkeer onmogelijk te maken. Mm-hmm. En dat betekent dat betalingen simpelweg niet gedaan kunnen worden. Nee, is helder. Dan houdt het natuurlijk gewoon op. Althans, dat is één. Dan moet je of via een andere bank betalen of een andere manier verzinnen om dan toch te betalen. Een postduif of zo met roebels. Nee, en handelsbeperkingen, zijn die er ook? Mogen we überhaupt nog handelen? Er is een groot aantal goederen dat niet, technologische goederen met name, dat niet geleverd mag worden. Right. Moet je natuurlijk toch met name denken aan dingen die militair nut zouden kunnen hebben. Mm-hmm. Chips, computersystemen van alles. Ja, precies. Op de energiesector, hoewel er zijn natuurlijk grote uitzonderingen voor de leveringen van gas en met name. Maar er zijn wel wat technologieën, raffinagetechnologieën, die waterolie, exploratie, et cetera, toch wel aangepakt. Ook schalieolieprojecten in Rusland kun je op dit moment vergeten. Ja. Dat Shell ogenblikkelijk de conclusies getrokken heeft. Ja, is daar weg. Een heel aantal van dat soort beperkingen. Dat betekent dus dat ondernemers hier in Nederland, maar ook hier in Twente, geen zaken kunnen doen met Rusland. Misschien nog een heel. Is er nog een kiertje, is er nog een gaatje, of is het eigenlijk gewoon klaar? Voorlopig. Ja, nou, er zijn wel kiertjes en gaatjes. En dat is soms ook natuurlijk prima. Het is bijvoorbeeld binnenkort Internationale Vrouwendag en daar gaan bloemen naar Rusland. Ja, daar is op zich niks tegen om dat te doen. Hè. Daar legt ook Rusland dan weer sancties op. Die hebben weer bedacht dat ze ons ook leuk terug kunnen pakken. Dus er zijn ook allerlei Nederlandse goederen die dan weer door Rusland nu buiten gehouden worden. Het zijn net kinders op een kleuters op een schoolpleintje. Maar toch is dat gek. Toch vind ik dat gek, Joost. Waarom wel bloemen, maar geen computers? Ja, omdat je met bloemen geen oorlog kan voeren. Maar uiteindelijk is het toch ook gewoon, je wilt toch gewoon handelssancties? Je wilt toch dat land treffen? Ja, toch zijn er wel dingen waar wij ook natuurlijk belang bij hebben. Dat ze wel worden geëxporteerd. Ja, maar al die ondernemers hebben belang, hè, toch? Maar zeker, ja. Nee, maar toch wordt er nog wel het een en ander buiten gelaten. Mm-hmm. Nou ja. Dus het zou nog veel heftiger kunnen. Ja, dat is waar. Zeker. En men heeft natuurlijk wel ook met name die oligarchen. Hè, men probeert de gewone Rus nog een beetje te ontzien. En ook ons eigen bedrijfsleven nog een beetje te ontzien. Ja. En men wil vooral de kliek rond Poetin, hè, de oligarchen, treffen met maatregelen. Ja. En die mensen, hè, dat zijn er nog geen 1000, maar toch. Toch een heel stel. Ja, en het grootste deel van de handel zal daar omheen. Die kunnen niet vliegen, die kunnen niet betalen. Nee, is helder. Hey, heb jij enig idee hoeveel Twentse bedrijven ongeveer hier getroffen worden door deze maatregelen? Nee, absoluut niet. Ik ben heel benieuwd. En we zullen het gaan zien. Maar ik heb het gevoel dat mensen nu nog bezig zijn om te kijken wat er wel kan. En inderdaad die muizigheidjes te zoeken. Misschien dat er zo af en toe eens iets met Bitcoin wordt gedaan. En dat men nog kijkt van ja, wat krijg ik nog over de grens of echt niet. En wat betekent dat voor deze? We hebben even ondernemers die getroffen zijn, we weten dan niet precies hoeveel dat er zijn. Worden die op de een of andere manier geholpen, gecompenseerd? Of moeten die gewoon, dat is dan in deze situatie, het is niet anders en pech gehad? Nee, deels is dat, vrees ik, inderdaad ondernemingsrisico. En wat ondernemingsrisico, wat je moet doen als bedrijf, als je zaken doet met Rusland, is goed kijken naar je overeenkomst.
En kijken wie waarvoor verantwoordelijk is, ten eerste. Je moet kijken wat staat er in de overmacht. Want dit soort situaties zijn vaak wel geregeld. Meestal is dat een soort dode letter, hè, dingen als oorlog. Maar in toch een heleboel overeenkomsten is er wel degelijk aandacht aan besteed. Ja. Kijken hoe het wat dat betreft geregeld is. Sommige ondernemers kunnen dan nog een beroep doen op hun kredietverzekering. Mm-hmm. Dat is van groot belang. Ja. En dan, als dat allemaal, als je daarom gekeken hebt, dan kom je dus uit bij of een soort tijdelijke of definitieve onmogelijkheid om daar aan die overeenkomsten te voldoen. Je komt toe aan de overmachtsclausules. Ook de wettelijke overmachtsregeling. Ja. Ook als er wel iets kan, dan is het dus kijken van, wil ik de overeenkomst zo laten aanpassen dat we datgene gaan doen wat nog wel kan. Ja, snap ik. Ja. Kun je voor eventueel naar de rechter stappen. Ja, precies. Een hoop cijfertjes, lettertjes. Vooral de kleine lettertjes lezen, begrijp ik. En uitpuzzelen. Zeker, En wat dan de gevolgen zijn. Mochten er ondernemers zijn, Joost, die vragen hebben hierover, waar kunnen zij het makkelijkst terecht? Ja, dan kunnen ze zeker bij ons terecht. Hè? Weri@damstee.nl Ik wou net zeggen, jij zit gewoon echt een brede glimlach. Komt u maar. Komt u maar, mijn mailbox moet nog vol. Dat is heel flauw en dat hebben we wel vaak. Mensen zitten met een groot probleem. Wij vinden het natuurlijk heel interessant en leuk om te doen. Maar dat moet je niet verwarren met enthousiasme over dat mensen in de problemen zitten. Nee, dat snap ik. Dankjewel Joost voor je toelichting hier. En we hopen allemaal dat het heel snel voorbij zal zijn. Even los van wat er dan rond die Poetin-kliek gaat gebeuren. Want voor mij mag, daar ga ik niks over zeggen. Dankjewel Joost. Zeer mis eens. Oké, dankjewel.